Bij hits als Rio en Mother, How Are You Today binnen de zuskes Ali en Doetie de Vries u twelle keer enorm populair in binnen- en buitenlân. Maar Maywood get 15 jaar in met ruzie uit elkaar. De jochter moet er rond de pas komen om u te meiden waar 4 mei met de namen en het repertoire. Alice, de blonde helte van het duo, wint die zaak. Mij jongeres Inge Peters zal ze nou op een nijbeziekje. Waarom maakt Maywood een doorstart? Omdat ik zelf solo, solistisch in het land wel werk. En ik ben 2 jaar geleden naar Moskou en Leningrad geweest, naar Rusland. Concerten gedaan voor 50.000 mensen. En vorig jaar nog een paar keer naar Duitsland. En ik voel gewoon, en ik hoor ook van de organisatie, dat er gewoon heel veel vraag is. Klaas Siebesma uit Ljouwert is Maywood-fan van de eerste oeren. Ze komen weer bij elkaar. Althans, Alice die het mooie Inge Peters het duo naar leven niet blazen. Dus ik ben even nog chef van... Even naar vroeger, even alweer even herinneringen op Helly. Troch de jaren heen had Klaas altijd in contact gehouden met de beide jongeressen. Hij wier zelfs op de bruiloft van Alice. Is de nije Maywood zonder Karen nog wel Maywood? Het zal net hetzelfde wijze als vroeger, denk ik. Want het is natuurlijk wel, Alice is net de stem van het duo. En dat wie Karen, en nou hebben we een hele oude zangeres. Ik heb er nog niks van yet, maar ja, het Wally Musicals team, dus ze zal vast een hele goede stem hebben. Het begon van Maywood al een keer in Friesland. Ja. En dat houden we wel hoog, hoor. In een studio in Rosmalen wordt op het start het werken onder de nieuwe single, een remake van Late at Night.